Vandaag verloopt het transport van afgewerkte bouwmaterialen kriskras door Vlaanderen en veroorzaakt het sterke hinder. Naar schatting gaat er jaarlijks ruim 6 à 7 miljoen ton via wegtransport naar hun finale bestemming. De impact op de mobiliteit en het milieu is dan ook enorm. Op vraag van de bouwsector zette het VIM het project Build Over Water op. Hiermee willen ze het transport van bouwmaterialen over de waterweg stimuleren. Door op verschillende plaatsen in Vlaanderen RWDC's, regionale watergebonden distributiecentra, op te richten. Grote volumes kunnen dan via de waterweg vervoerd worden naar een regionaal distributiecentrum, waar de lokale handelaars hun goederen afhalen. Er werden meerdere overslagtechnieken uitgewerkt voor dit project. Allemaal zijn ze kwalitatief en kostenefficiënt en maken ze gebruik van heftrucks, mobiele kranen en op maat ontworpen overslagplatformen en boxen. In dit voorbeeld biedt de producent zijn goederen aan op de kaai. Van daaruit worden ze met een heftruck overgeladen in een kooi. Een mobiele kraan zet de goederen op het schip, waar een andere heftruck ze op hun plaats zet. Eén schip is het equivalent van maar liefst 50 vrachtwagens. De watergebonden terreinen van de haven van Genk en firma De Spriet uit Harelbeke doen in dit project dienst als RWDC. De ladingen van de deelnemende bouwproducenten zijn zeer divers. Firma De Spriet ontvangt betonblokken van betonfabrikant Koek, opgezakte cement van CBR en dakbedekking van Eternit. De haven van Genk behandelt schepen met straatstenen van betonfabrikant Koek, gipsblokken van Gyproc, snelbouwstenen van Wienerberger en cellenbetonblokken van Xella. Door ook delicate ladingen te vervoeren op verschillende dragers, pallets en containers, kan Build Over Water gezien worden als een test die voor alle bouwmaterialen gangbaar is. Bij aankomst op bestemming wordt het schip gelost. Op de kaai gaan de goederen rechtstreeks naar de lokale handelaar of worden ze tijdelijk opgeslagen in het RWDC. Kritische succesfactoren zijn zeker en vast de kwaliteit, capaciteit en flexibiliteit van de dienstverleners. Efficiënt vervoeren, overslaan en uitleveren laten toe om te leren hoe haalbaar het concept is op vlak van kosten en service. Belangrijk is in dit verband ook het engageren van producenten en handelaars om dit concept te omarmen. De voornaamste voordelen van Build Over Water zijn het verminderen van de ecologische voetafdruk en minder vrachtvervoer op de weg, een lagere kost door het bundelen van goederen van verschillende producenten, een betere planning van de leveringen en een snellere uitlevering via de depots. En bovendien is ons systeem uiterst geschikt voor delicate ladingen. Na positieve evaluatie kan Build Over Water opgeschaald worden over heel Vlaanderen. Dit kan tal van opportuniteiten met zich meebrengen voor de ontwikkeling van innovatieve, duurzame mobiliteitsoplossingen voor de bouw- en transportsector.